Dit is de Autovisieflits van 15 oktober. Werner, veel Duits nieuws dit keer. Veel Duits nieuws en nieuws over de verkeerslichten in Nederland. Ze gaan binnenkort waarschijnlijk van rood naar oranje in plaats van rood naar groen. We gaan praten over Nederlandse autodesigners. We hebben een paar hele belangrijke mannen op dat gebied in de wereld. Okay. We hebben een dubbeltest tussen de Ford Focus en de BMW 1-serie. En dan kan je melden, er komt een verrassende winnaar uit. En we hebben de eerste beelden van de BMW M5. En dat is gewoon een hele mooie, ouderwetse sportsedan. Verkeerslichten, in de jaren 30 werd er al over gesproken, dat moest anders. Dat moest oranje, groen, dat moest veranderd worden. Wat is er aan de hand? Ja, er is in de loop der jaren natuurlijk heel veel mee gerommeld. En we zijn het ook in de wereld niet helemaal met elkaar eens. Want in Nederland gaat een verkeerslicht van rood gaat naar groen. Ja. Maar in andere landen om ons heen gaat hij van rood naar oranje. Dan heb je de tijd om de auto in de versnelling te zetten. Nou, in Nederland hadden wij de auto altijd al in de versnelling staan. Zo leer je het namelijk als je je rijbewijs had. Niet goed voor je drukgroep trouwens. Nee, mee eens. En ook niet goed voor je linkerbeen. Maar wat is er nu aan de hand? We hebben een start-stopsysteem in onze auto. De nieuwe auto's hebben dat bijna allemaal. Dan moet je de auto in zijn vrij zetten. Nou, dan gaat dat verkeerslicht van rood naar groen. En dan moet je hem in zijn heen zetten. En dan sta je allemaal te wachten. Gedoe. Dat kost ongeveer 2 auto's per groene beurt. Dus dat hebben ze nu bedacht. Dat stoplicht dat gaat van rood naar oranje. En wie gaat dat betalen? Kun je hem in zijn heen zetten? Nou, wij met z'n allen. Maar het gaat niet heel veel kosten. Want het is een kwestie van software-instelling. Gewoon een kwestie van verandering. Maar dan moet jij eens raden hoeveel verkeerslicht hebben wij. Nou, naar mijn gevoel 5 miljoen of zo. Maar dat zal ook wel naast zitten. Het zal wel meer zijn. 5.000. In Nederland? Ja. Ik las het ook. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Die tirannen, ik dacht dat het hele land ervoor is. Er staan de 4.000 in Amsterdam. Maar het gaat ongeveer 2 auto's schelen per groene beurt. Nou, reken maar uit. Hoeveel groene beurten zitten er in een etmaal? Ja. Keer 5.000. Betere dus doorstromen. Betere doorstromen, ja. Je hebt ook 3 Nederlandse autodesigners. We hebben in Nederland blijkbaar goede autodesigners. Die heb je gesproken. 3 kerels. Laurens van der Akker, dat is de man die nu eigenlijk zijn visitekaartje afgeeft bij Renault. Hij zat bij Mazda, hij zit nu bij Renault. En zijn eerste echte grote design is de nieuwe Clio. Daar hebben wij al een paar tekeningetjes van. Het is niet, dit is hem. Het lijkt helemaal officieel, maar er zouden nog een paar kleine dingetjes kunnen veranderen. Maar in de basis is dit een nieuwe Renault Clio. Komt van de hand van Laurens van der Akker. Vroeger hadden we Lagaai. Beroemde man, Harm Lagaai, deze man. Hij raced ook, hè? Dat zie je. Echt zo'n mooie, markante kerel. Wat heeft hij gemaakt? Hij heeft de Boxster ontwikkeld en hij heeft een 911 ook ontwikkeld. Okay, en ontwikkeld bedoel ik dus het design. Hè? Hij was verantwoordelijk voor de afdeling die het design deed. Zijn gezicht is nog mooier dan de auto's die hij maakte. Prachtige doorleefde pop. En je hebt Adriaan van Hooydonk gesproken. Precies. En Adriaan van Hooydonk, dat is nu de held. Hè? Die man die doet zoveel bij BMW en hij maakt mooie dingen. Prachtig. Ik heb hem een keer gesproken in Berlijn. Ja. Een hele aardige man ook. Ja, hele sympathieke vent. Ik sprak hem onlangs op Frankfurt. En de kracht van deze designer is dat hij BMW's tekent die in eerste instantie niet mooi zijn. Oh. Je ziet die auto, dan denk je, ik weet het niet. Ja. En dan zie je de auto in het echt en dan zijn er nog steeds twijfels. En dan zie je hem na een half jaar en dan denk je, hij groeit door de tijd heen. Hij groeit. En dat is de kracht van een goede designer. Die moet een auto maken die 5 jaar later nog fraai is. Pak een BMW 5-serie van dat vorige type. Het is een auto die tijdloos is, die gewoon goed in proportie is. Van Hooydonk zei toen tegen me dat het lot van BMW in zijn handen lag. Tenminste, dat had zijn CEO gezegd. Ja. Hij moest zich aan één ding vasthouden en dat was dat rare knikje in de achteruit. De Hofmeisterknik. Daar moest hij zich aan vasthouden. De rest mocht hij doen en laten wat hij wilde. Ja, dat is de Hofmeisterknik en achterwielendrijving, dat is het DNA van BMW. Dat knikje, dat moet erin blijven. Ja, en wat de man natuurlijk ook heeft gedaan de afgelopen maanden, dat is het design. Hij is verantwoordelijk geweest voor het design van de nieuwe 3-serie. En wij hier, bij Autovisie-De Telegraaf, hebben de eerste beelden van de nieuwe 3-serie. Nee, ik ben benieuwd. Fraai ding, niet heel opvallend. Het is echt BMW weer. Een heel klein beetje vernieuwend wel, maar niet te veel vernieuwend. Dit is weer zo'n auto, net als de nieuwe 1-serie. Dit is een auto die het na een poosje gaat doen. Na een poosje snap je waarom die man die auto zo heeft getekend. Ja. Het is echt een mooie. Dat is toch ook wel het geheim van kwaliteit, hè? Dat het door de jaren heen nog steeds maar blijft. We hebben een test gedaan tussen 2 auto's waarvan je denkt, nou, dat moet je niet doen. Dat is een BMW en een Ford Focus. Dan zeg je, nou ja, wat een vergelijking. Maar daar kwam wel iets uit. Je moet het zo zien, BMW is natuurlijk het merk van de sportieve auto's. Ja. Maar wat misschien sommige mensen niet weten, is Ford dat ook. Elke Ford heeft een dynamisch onderstel, of het nou een bedrijfsauto is of een Ford Focus, ze zijn dynamisch. Deze beide auto's, dat zijn, je ziet het hier los. Ook, hè? Ja, dat zijn echt een beetje wel sportieve auto's. Middenklasses, zakenauto's, maar ook gezinsauto's. Maar
echt altijd wel een beetje sportief. Er zit lekker dat die wat hebben jullie gepakt? Een titanium? Ja, dat is een wat dikkere. Maar er zit een groot verschil tussen deze twee. Dus de 1-serie heeft achterwielendrijving. Ja. Dat is fijn, dat is leuk. Ik vind het lachen. Je kunt dan op rotonde, als het nat is, kun je een beetje dwars en zo. Hè? Het slaat nergens op, het mag allemaal niet, maar het is wel leuk. Ja. Maar goed, je kunt je natuurlijk afvragen hoeveel mensen dat leuk vinden. Hoeveel mensen dat doen. Bijna niemand natuurlijk. Dus ja, we hebben deze twee auto's getest. En voor de echte liefhebber van achterwielaandrijving is de 1-serie de beste keus. Maar ja, al die andere. Maar wat zit er dan in die Ford wat er in die BMW niet zit? Want hij heeft toch punten. Compleet. Hè? Ja. En dan compleet in de zin van heel veel talenten. Hij is ruim, hij ziet er goed uit. Het is goed gebouwd, het zit compleet. Er zitten allerlei veiligheidsitems in. Ik zeg niet dat de Ford wint. Ik zou er even voor naar de winkel rennen. Oké, nou, ik ben benieuwd daarnaar. Nou, zoals we zeiden, veel Duits nieuws. BMW weer op de korrel genomen. Wat is er gebeurd? Het is twee cilinders uit de auto gesloopt. Ja, het is een BMW-feestje. En ja, je zegt het al, twee cilinders uit de auto gesloopt. En dat is slecht nieuws normaal gesproken. Dit is de BMW M5. We reden ermee in Zuid-Spanje. Onder andere op Ascari, het prachtige circuit bij Ronda van Klaas Zwart. Echt heel mooi. Ja. Daar lanceerde BMW de nieuwe M5. En die had 10 cilinders. En dat kan ik je melden. Dat was een fantastische auto. Dat klonk en dat jankte en dat bewoog en dat leefde. Nou, nu heeft hij er nog maar 8. Nog maar acht. Het wordt een beetje zuinig. Maar ze hebben er 2 turbo's opgezoefd. En dat compenseert? Precies. Okay. 560 pk van 0 naar 100 in 4 en een beetje. En uiteindelijk, als je de begrenzer laat verzetten, wat een optie is, dan loopt hij een goede 300 km per uur. Dus wat jou betreft, die twee cilinders, die mis je niet? Nou, die mis je niet toch wel weer een beetje. Want waarom doet BMW dit? Ze maken een V8, die is zuiniger dan een 10 cilinder. En dan zetten ze 2 turbo's op, zodat hij wel dat vermogen heeft. Maar bij lage belasting, dus op een testbank, op een verbruikstestbank, waar niet vol gas wordt gegeven, heeft die auto een acceptabel verbruik. Nou, dat acceptabele verbruik, daar, op basis daarvan, is er een BPM-heffing. Hè? Ja. Want een acceptabel verbruik is weinig CO2-uitstoot, is een lage BPM-heffing. Maar ook een acceptabele prijs? Nou, 26.000 euro voordeliger dan zijn voorganger. Maar ik zag 132 in de boeken staan. Ja, moet je nagaan wat die kostte eerder. Holy moly. Maar wat is nu het geval? Als je nou gaat trappen met deze auto's, dan gaan die turbo's wel meedoen. Wat ze op die rollenbank niet deden, maar op de openbare weg wel. En je gaat gas geven met deze auto. Ja. En dan gaat het verbruik gewoon echt richting die 10 cilinder, zo niet, eroverheen in negatieve zin. Oké, okay, goed. Nou, een toekomstdroom voor mij. Ja, en voor mij ook, helaas. Dat was deze week. Volgende week, nieuwe kansen, nieuwe avonturen. Wat staat er op het programma? Ik ga hiermee rijden met de Citroën DS5. En dit is weer een hele echte Citroën. Zo is het ooit bedoeld. Citroën is samen met Peugeot en het waren heel lang een soort van ja, Peugeot's met een ander label. Ja. Nu zijn ze weer gewoon echt goed bezig. Ja, want ik vond dat het misging met die XM ooit. Daar ging Citroën de verkeerde kant op. Ja, maar goed, dat ben ik. Ja. Nou, vond ik wel een leuk ding. Maar dit is wel een interessante auto. En ze komen met nog veel meer leuke producten. Ik ga hiermee rijden. Ja. In Nice, collega Dries vliegt iets verder. Die gaat naar LA. Die gaat rijden met de R8, de elektrische R8, Audi R8. Dit is de dichte. Hij rijdt, omdat hij in LA is, met de Spider. Blijft wennen, een sportieve auto met een elektrische motor. Maar daar moeten we maar aan wennen, toch? Ja. We moeten het, denk ik, vooral hebben van het uiterlijk van deze auto, want hij klinkt niet. En dan hebben we nog Petertje Hilhorst. Ja. De man vliegt naar Wenen en gaat rijden met de B-klasse. En ja, dat is toch ook wel een interessant ding. Dit is de gezinsauto van Mercedes. Ja. En je zou denken dat deze auto, je ziet hem in Nederland niet zo heel vaak, maar dit is een hele belangrijke auto voor Mercedes. Echt een hele want hij is? Ja, hij verkoopt heel erg goed. Ja. Het is een goed geprijsde auto die heel goed ruim verkoopt. Ja, echte gezin. Ruim, relatief hoog, functioneel, niet te groot. Krijgt gezin erbij als je hem koopt. Ja. Oké, okay, goed zo. Hey, dankjewel. Graag. Ik ben benieuwd.